Ik ben hier naar Oosterwijk gegaan omdat hier eigenlijk de toekomst van tandheelkunde wordt getoond. Allemaal innovaties rondom AI, rondom imaging, rondom slimme gebruik van nieuwe technologieën. En dat is eigenlijk begonnen met Peter, de vader. En we gaan zo meteen ook met de zoon praten, Jasper. Dus even vragen hoe dat nou begonnen is, die innovatie. Peter, je bent tandarts, maar je hebt hier een kliniek waar je eigenlijk allemaal complexe zaken deed. Kun je eens vertellen hoe dat bij jou in grove stappen is gegaan met de innovatie rondom tandheelkunde? Ja, die innovatie is denk ik gewoon begonnen met een nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar alle processen, voornamelijk de vakinhoudelijke processen. Hoe we die kunnen helpen. Zoals? Eigenlijk met gebruik van digitalisering. Mm-hmm. Uiteindelijk blijven we een ambachtelijke vak houden. Ja. Maar die zaken die helpen ons enorm. En dat is eigenlijk je begon met de Commodore. Commodore 64 in de jaren, 80 zo'n beetje. En die heeft ons administratief al op weg geholpen. Acceptgirokaarten. Dat zijn acceptgirokaarten, de matrixprinter, et cetera. En dat is allemaal hartstikke fijn, maar vakinhoudelijk is het natuurlijk interessanter om te kijken wat digitalisering en dat soort zaken kunnen betekenen voor ons vak en voor ons. En wat gebeurde er te doen? Nou ja, uiteindelijk begon eigenlijk met digitale röntgen. Röntgenologie werd digitaal, dus bestraling van patiënten werd daardoor ook minder. Dus dat is voor veiligheid enorm interessant. En voor de uitwisselbaarheid en de communicatie met collega's en met patiënten is natuurlijk ook een stuk gemakkelijker en sneller. Ja. Sneller en veiliger. Dus daar begon het eigenlijk ook een klein beetje mee. En dat was jaren? Ik denk dat het jaren 90 is geweest. Toen kwam ook de digitale patiëntenkaart? Uiteindelijk kwam toen ook de digitale patiëntenkaart. Van administratiesystemen ging het over naar een rapportage- en journaalsysteem. Dat was heel erg fijn. En uiteindelijk zijn we vanuit de tandheelkunde gaan zoeken naar steeds meer toepassingen en mogelijkheden. Het maken van plannen die voor iedereen in zo'n praktijk weliswaar beschermd, maar toch toegankelijk zijn. Zodat iedereen weet wat je van plan bent bij diezelfde patiënten. Mm-hmm. En wat ik dan allemaal zag, is dat je nu inderdaad allemaal methodes hebt van scannen, waar je verschillende foto's op elkaar plakt en dan de achterkant, de voorkant er doorheen kan lopen en dat soort zaken. Ja, nu is het inmiddels 3D geworden. Ja. Maar in 2D was het eigenlijk tot een jaar of 2-3 terug, was het vooral 2D, waarbij we mondfotografie combineerden met het maken van een opstelling en dat uiteindelijk weer vertaalde naar 3D-modellen imaging. En dat is tegenwoordig gewoon bijna on the spot te doen. Hè. En dat is natuurlijk dankzij AI wel het geval geworden. Digitale röntgen, digitale mondfotografie, digitale scans, mondscans die je rendert zeg maar, met elkaar en tot een digitale avatar van patiënten maakt. Geweldig interessant. Digital twin noemen we dat altijd. Digital twin. En jij kunt dus gewoon, je maakt nu voor de helft, zei Jasper, de helft van de patiënten krijgt nu een digital twin. Ja. En dan kun je alle behandelingen van tevoren uitvoeren. Ja, nou dat is wat voorheen erg belangrijk was, dat we bijvoorbeeld 3D gegevens op een analoge manier moesten overbrengen naar het tandtechnisch laboratorium bijvoorbeeld. Ja. Daar hebben we allerlei systemen voor. In de jaren 70 en 80 was dat heel erg ingewikkeld, waarbij we ook nog bewegingen, de vierde dimensie wilden toevoegen met allerlei ingewikkelde stellages op het hoofd. En dat is tegenwoordig ook allemaal niet meer zo. Dat is tegenwoordig ook gemakkelijker geworden. En zelfs zo betrouwbaar en nauwkeurig dat we daar niet meer omheen kunnen in de tandheelkunde. En we zitten eigenlijk in het interbellum, voor ons althans, tussen analogie en digitalisering in de tandheelkunde. Oftewel het knutselen aan één kant, het ambachtelijke, en aan de andere kant de toepassing van digitale technieken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk geweldig interessant. Maar wat ik wel zie, en dat is Moore's Law geloof ik een klein beetje, dat het heel erg snel gaat. Ja. En dan nu kun je dus mooi die digital twin voor de patiënt. En jij kunt nu ook al modelletjes hier maken in de praktijk. Ja. Je hebt al gewoon 3D-printers en dat gaat een half uurtje of drie kwartier zijn die dingen klaar. Precies. En dat kan tegen dezelfde prijs als gewoon happen in zo'n ding. Dat wordt natuurlijk kostenefficiënter. Ja. Op het moment dat je pioniert, dan maak je kosten, et cetera, et cetera. Maar
Het wordt met de dag minder kostbaar, ja. Zeker. En nu dat ambachtelijke en dat digitale met elkaar combineren. Je zat met kijken naar mijn bril. En dat je dan kunt zien van, je projecteert, als je kijkt naar de bril, wat er eigenlijk digitaal is verzonnen. Kun je dat ook al, zie je dat ook al bij elkaar komen? Of is dat nog helemaal onontgonnen gebied? Nee, dat is niet onontgonnen gebied. Je ziet de toepassing van digitale technieken, zie je natuurlijk ook heel dichtbij in je dagelijks handelen komen. En dat zien we in de tandheelkunde ook heel nadrukkelijk. Tandartsen zijn over het algemeen wel leergierig en ook wel gericht op het toepassen van nieuwe technieken. Houden daar wel van, zijn ook altijd weer op zoek naar vernieuwing en zo. Het wordt niet altijd gemakkelijk gemaakt, dat moet ik er wel bij zeggen. Dus je moet wel brede schouders hebben of een dikke huid. Hoe je Want doet. Van de toezichthouder of zijn het eigenlijk de regels van de tandartsen zelf? Regel geven, maar ook beperkingen. Hè. Je wordt overdag voor een groot deel word je bezig gehouden met zaken waar je eigenlijk niet mee bezig wil zijn. Hmm. En die hebben niets met de inhoud van het vak te maken, maar met regelgeving, administratie en allerlei zaken. Dat vind ik best jammer. Ja. Want met name in de richting van de contacten met patiënten wil je graag veel tijd besteden. Die tijd krijgen we terug door de toepassing van digitale technieken. Ja, want bijvoorbeeld vroeger moest je typen en bijhouden en dat soort dingen. Je ziet nu dat modern, dat de AI gewoon meeluistert en een samenvatting maakt en het meteen erin zet. Ja. Wordt dat al gebruikt bij... Nee, wordt helemaal niet gebruikt. Nog niet. En je hebt me dingetjes laten zien die spectaculair zijn, vind ik. En die ons zeker zullen gaan helpen in een zeer nabije toekomst. Okay. En dat geldt voor al onze collega's, denk ik. Ja, je bent altijd bezig geweest met innovatie. En anderzijds heb je enerzijds het vak tandarts. En anderzijds die innovatie rondom het vak tandarts. Wat vond je nou eigenlijk voor jou interessanter? Het vak tandarts vind ik het meest interessant. Het werk bij patiënten, de tevreden patiënt, mensen helpen, blijft het interessantst en het leukst en het aardigst. Innovatie helpt ons daarbij en dat is inspirerend. Zo zou je het misschien kunnen zeggen. Ja, die blijft inspirerend. En leidt dat nou eigenlijk tot betere kwaliteit of leidt het tot goedkopere producten? Ik denk beide. Ik denk dat het tot betere kwaliteit leidt omdat het nauwkeuriger is. Nauwkeuriger dan dat wij als mensen... met mensen zijn handen kunnen maken over het algemeen. Mm-hmm. En goedkoper omdat het uiteindelijk minder tijd gaat vragen van mensen. En onze arbeid, die is kostbaar over het algemeen. Ook de arbeid van tandtechnische laboratoria mensen. Dat is geschoolde arbeid en dat is gewoon kostbaar. Als we dat voor een groot deel kunnen overlaten aan digitale technieken, maar wel met een human touch. Ik denk dat er altijd de menshand aan te pas blijft komen, gelukkig. En dat het ook een ambacht blijft, maar gefaciliteerd door digitale technieken. Oké, nog altijd enthousiast. Ja, zeker.